Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Zorg van de Zaak en T-Mobile. Het lijkt wel of dat je nooit gelopen hebt, dat je dat helemaal opnieuw soort van ja, je knie moet gaan strekken weer en dat was heel raar. Maar dat ben ik zelf ook nog steeds wel een beetje verbaasd over. Dat is nu sinds 7-8 weken dat ik eigenlijk zonder één kruk loop en dat ik een balletje kan passen. Dat is wel iets nieuws, ja. Ik geniet weer van kleine dingetjes en ja, eigenlijk is alles wel een klein beetje op de rit. Natuurlijk ben ik nog zwaar aan het revalideren, maar het gaat beter dan ik ooit had durven dromen eigenlijk. Langs het veld Leon de Kogel, een hoogrugnummer, nummer 47, een aanvaller. Met die wedstrijd was ik erbij, dat was bij Groningen uit. Dat was, ja, was een kick natuurlijk. Dat is iets. Nee, je bent voetbald samen bij S-Fouten. En het unieke van Leon is dat hij natuurlijk best wel laat in de jeugdopleiding van FC Utrecht is gekomen. En ja, dat blijft voor jouzelf altijd iets ongrijpbaars. En dan zie je gewoon een goede maat met wie je fantastische avonturen hebt beleefd, in één keer daar schitteren. Daar ben je wel positief jaloers op, kan ik zeggen. De Kogel en die scoort! Zijn eerste keer in de basis en zijn eerste doelpunt voor Utrecht. Ja, dat weet ik nog. De bal van Asare. Ja. Ja, dat tegen, weet ik nog. Tegen toen topclub Twente, die gewoon om het kampioenschap speelde. Klopt, ja. Douglas. Ja, nee, ik weet het nog precies hoor. Dat kan ik me zo voor me halen. Jazeker. Nee, dat zijn mooie momenten. Joh. Als ik dan ook hoor hoe mijn broers dat beleefd hebben en vrienden. Mijn broer die viel over het stoeltje heen, zo blij was die. En die rende naar beneden. Ja, dat is wel mooi als je dat hoort. Dat is nog eens invallen, zeg. Ha! De gang, dat hangt dat shirtje van die maandag, de inzamelingsactie van Utrecht tegen Go Ahead. En daar loop ik langs en elke keer zie ik het. En dat, ja, er staan ook mooie woorden onder, dus nee, dat maakt me alleen maar trots, joh. Ja, en dan merk je ook hoe populair je eigenlijk nu nog steeds bent, ook bij de aanhang van FC Utrecht natuurlijk. Ja, nee, het is, ja, precies wat je zegt. Laatst was die bekerwedstrijd, Go Ahead tegen Utrecht, en liep ik ook langs het uitvak. En dan zing je ze toch even toe en dat blijft wat met je doen en dat is, daar ben ik ook ja, trots op dat ze dat voor mij kunnen doen. Ik denk dat Leon ook heel erg geliefd is buiten de voetbalwereld, zeg maar, binnen familie, kinderen, vriendengroep. Omdat het gewoon een super sociale, lieve jongen is die altijd veel doet ook voor anderen. En veel initiatief neemt om leuke dingen te doen. Dus ja, ik denk dat dat hem wel typeert. Maar het is wel mooi natuurlijk dat het in de voetbalwereld dan zo op die manier wordt opgepikt. En ja, dat als je op de tribune zit en mensen zingen, zitten hem toe te zingen, dat je toch denkt van zo, heeft hij dat nou weer voor elkaar gekregen? Voormalig spits van Go Ahead Eagles en FC Utrecht, Leon de Kogel, is vorige week zwaar gewond geraakt bij een auto-ongeluk op Malta. De 26-jarige de Kogel was op vakantie. Hij reed op het moment van het ongeluk niet zelf, maar ving wel de klap op. De Kogel ligt inmiddels in het UMC in Utrecht, waar hij enkele dat, dat is wel een nachtmerrie. En nog steeds wel iets waar ik vaak aan terugdenk. Wat trof je aan toen je dat voor het eerst zag? Toen ik Leon voor het eerst zag, was in de auto bij het ongeluk zelf. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik zelf wel direct weg was gelopen. Ik had twee andere vrienden die er ook bij waren, die wat rustiger waren en die probeerden bij Leon te komen. Maar heel snel was duidelijk dat Leon uit de auto gehaald moest worden gehaald vanuit de brandweer. De auto eigenlijk opengezaagd moest worden. Ik ben natuurlijk eigenlijk weinig bij geweest. Maar het gevoel, zeg maar, na het ongeluk heb ik niet als pijn ervaren. Dat is meer een soort ervaren van dat ik het gevoel had dat gewoon het leven uit mij vloeide, zeg maar, dat het gewoon klaar was. En pijn heb ik, want ik kon dat best wel, want die vriend van mij was, zeg maar, erbij, ja. Daar kon ik best wel rustig vertellen tegen hem, zei hij. Van, ja, het is klaar, weet je wel, en
het is nu, dit was het, het is mooi geweest. En dat kon ik best wel rustig vertellen, zei hij. Dus echt pijn heb ik voor mijn gevoel niet ervaren. En wat dat precies is, dat weet ik dus ook niet. Ja, die setting kan ik me nog heel goed herinneren. We waren met z'n drieën. We zaten op van die plastic klapstoeltjes eigenlijk te wachten na een avondje stappen. Hoe het met Leon zou gaan en wat we te horen zouden krijgen. De arts die Leon al had gezien, die vertelde hoe de situatie erbij lag. En dat er een hele grote kans was dat Leon nooit meer zou kunnen lopen. En die vroeg ook aan ons van, wat voor beroep doet hij? Waar is hij mee bezig? Dus die hadden nog geen idee van dat er een voetballer in het ziekenhuis lag, zeg maar. En toen dachten wij al heel gauw van, dit is echt een hele foute boel. Daarna is ook het lichtje uitgegaan en toen werd ik wakker in het ziekenhuis, uren later. En met stellages in mijn benen. En ja, ik was er nog wel, alleen weet ik niet. In mijn hoofd had ik op het begin ook het gevoel, dit is het. En het wordt niet beter en het blijft zo. Dus voor mij, het is heel gek gezegd, maar voor mij hoeft het ook niet meer op dat moment. Dat heb ik ook tegen mijn ouders gezegd en die hebben daar heel erg moeite mee gehad. En dat snap ik ook heel goed als jouw zoon daar ligt en dat zegt. Alleen voor mijn gevoel, ik zat er mentaal zo zwaar in, zeg maar. Dat ik op het begin van mij hoeft het ook niet verder. Van het is goed zo, het is klaar. Ik heb het ook wel gezien, want ik heb hem natuurlijk gezien in Malta. Direct als eerste toen ik weer 's morgens in het ziekenhuis aankwam. En toen was hij helemaal verduft natuurlijk vanuit de operaties. En toen had hij zelf al wel naar zijn knie gekeken. Toen dacht ik van, best wel sterk, zeg maar. Alleen later, toen ik hem in Nederland zag na een tijdje weer, toen dacht ik wel van zo. Die heeft wel echt een jasje uitgedaan. Hij zag er bleek uit. En toen zag ik wel, die heeft ook wel een hele zware mentale periode gehad. Ja, heel veel mensen, psychologen gepraat en mensen kwamen op mijn kamer. En vrienden kwamen dan op mijn kamer, waardoor ik toch een klein beetje plezier had of zo. Mijn zoontjes kwamen op mijn kamer en toen dacht ik van, dit is het. En toen is een soort van, toch iets omgeslagen. Een soort knop omgegaan en van, nu moet ik echt in die, ik moet het gewoon gaan doen. En dat is heel gek en dat klinkt misschien cliché of zo, maar dat is wel echt die knop geweest. En dat is, daarna ben ik gewoon echt hard gaan strijden en alles aangepakt, psychologen gepraat. Het maakte me allemaal niks uit, als het maar hielp, dan deed ik het gewoon. Ja. En wat, als je die dingen die je nu tegen mij zegt, tegen de psycholoog zei, wat zeiden die dan bijvoorbeeld? Want die dagen kruipen op dat moment voorbij, dat kan ik me ook wel voorstellen. Ja, nee, klopt. Alleen, ik kon wel mijn verhaal kwijt. En ik kon toen beter mijn verhaal kwijt dan iemand die ik niet kende, dan iemand die ik wel kende. Ik weet niet, daar zei ik toch onbewust meer tegen, waardoor ik het wel kwijtraakte. En daarvoor, voor het ongeluk, was ik helemaal niet zo met mensen vertellen hoe het met me ging, of dat hoefde van mij niet zo. Maar nu, na het ongeluk, merk ik wel heel erg dat ik dat heel erg nodig heb. Ook af en toe, ook met mijn vrienden praten erover, dat heb ik gewoon nodig. En toen op het begin al helemaal. Nee, mijn ouders kwamen ook wel eens binnen, Want zij wisten, ik lachte niet. Ik was nooit aan het lachen. Dat was er gewoon niet. Ik was alleen maar negatief. Ik zei ook eigenlijk niks. Dus die dachten echt van, dit komt nooit meer goed. Alles in de voeten, jongen. Training zeggen we ook allebei de benen gebruiken, toch? Ja. Dat is waar, ja. Hop. Die knop gaat om en dan, wat dat precies is, iets triggert jou in je hoofd gewoon en dan ga je. Ik weet hoeveel tijd hij erin steekt om te revalideren. En dat is niet een vast ritme wat je moet volgen. Dat wil hij zelf ook gewoon heel graag om weer meer te kunnen doen. Nou, zoals we net zagen, dat hij een balletje kan tikken. De verwachtingen waren natuurlijk gewoon heel erg slecht. En dat ik nooit meer mijn been kon gebruiken, überhaupt. Dus 7 weken geleden, 4 oktober ben ik geopereerd, een hele nieuwe knie gekregen. Alleen 7 weken geleden vroeg ik aan de dokter, mag ik eigenlijk zonder? Want ik liep nog met 1 kruk aan de rechterkant. En toen zei hij, ik ga jou niet vertellen of het wel of niet mag, dat moet je ervaren, want in theorie zal het moeten kunnen. En toen ben ik eigenlijk thuis heel rustig gaan proberen en toch loop ik nu redelijk 100, 200 meter, dat lukt wel redelijk. Ja, daar ben ik super trots op om een vriend van hem te zijn, dat hij dat vanuit die situatie waar we toen in zaten, naar nu,
dat hij dat heeft bereikt. En ik denk dat er nog hele mooie stappen aan gaan komen. Ik ben daar ook best wel trots op, hoor. Dat mag ik denk ik ook wel op mezelf zijn. Dat ik gewoon... ik strijd er nog steeds voor het beste. En in je hoofd moet je het ook nog kunnen. En dat is dus echt oefenen. Gewoon heel klein beginnen. En zo proberen uit te breiden naar lopen. En dat op het begin ging ik er alleen op staan en zakte ik al weg. En dacht ik, oh, dit wordt helemaal niks. Maar uiteindelijk, ja, je mindset, gewoon blijven gaan en blijven proberen, blijven doen. En ook is het maar een minuscuul klein stapje voorwaarts, gewoon blijven gaan en blijven oefenen. En zo is het toch vooruitgekomen. En uiteindelijk loop ik nog niet hoe ik het graag zou willen, maar daar strijd ik nog steeds bij de KNVB voor, met revalidatie. Maar wel al iets wat heel mooi is. Lijkt alsof ik dit alweer heel lang doe, maar eigenlijk is het iets wat heel recent, zeg maar, is. Wat eigenlijk net is. Dus daarmee is je persoonlijkheid misschien ook nog wel een beetje verruimd daarin? Ja, ik denk dat ik sowieso wel qua gedachtegang wel veranderd ben. Ja? Ja. Ja, heeft met hele kleine dingetjes te maken, hoor. Maar gewoon over bepaalde dingen kan ik me ook echt totaal niet meer druk om maken. Weet je wel, dat je denkt van, waar maak ik me druk om? En dat is misschien... Wat ik weer zeg, dat zoiets moet gebeuren om dat te beseffen. Maar dat is wel echt gebeurd, joh. Ja, het zijn hele kleine dingetjes. Als je gewoon iets leest op internet of zo, dat je denkt van mensen, come on, alsjeblieft, hé. Maak niet zo druk om dat. En ik kan me ook wel eens, als ik tv kijk, dat ik druk maak om dingen. En ik denk van, nou, dat hoeft niet. Maar het zijn gewoon bepaalde gedachtegangen. En die is bij mij wel veranderd daarna. Hey, zonder mediatraining, hop. Leg niet zo op de camera vast. Wat ik dus met een vriend van mij doe, is bij SV Houten. En daar heb ik hem toen voor gevraagd en dat doe ik met heel veel plezier. Ik denk dat ik in Indonesië zat aan een zwembad en dat Leon mij facetimede en dat hij zei van... gesprek gehad bij SV Houten, ik ga het doen, doe je mee. En toen had ik ook zoiets van, ja, dit komt nu gewoon op de plek, dit gaan we gewoon doen. En het is weer bij onze oude jeugdclub, waar we veel mensen kennen natuurlijk. En ook wel weer dingen die we samen kunnen beleven. En ook wel dingen die we daar vroeger samen beleefd hebben. Die natuurlijk ook vaak terugkomen. Maar dat is iets wat ik... Ik had het met niemand anders willen doen, laat ik dat zeggen. Ja, dat ook. Jij zit er als goede vriend dicht op. Je bent veel bij hem, je doet veel dingen met hem. En dat hij dan iedere mini-procentje vooruit gaat. Ja, dat moet jou... Dat is natuurlijk geweldig om te zien, denk ik, als goede vriend. Ja, het zegt voor mij ook wel wat over zijn mentaliteit. Dat is een topsporter natuurlijk ook geweest. Ondanks dat je niet meer iets kan doen wat je nog heel graag zou willen, en dat is voetballen. En dat mis ik ook wel heel erg, dat is zeker waar. Uiteindelijk moet je dat zelf doen. Iedereen kan mooi zeggen, we doen het samen. Maar ja, de spreekwoordelijke bal ligt bij Leon. En dat was misschien wel de moeilijkste bal die hij in zijn hele carrière heeft gehad. Maar die heeft hij wel heel mooi opgepakt. En de misser en het doelpunt van de Kogel. De fout van Van der Struik. Het misverstand met zijn keeper. Ingrijpen kan hij niet doen. De Kogel. Het is gelijk. Utrecht scoort via invaller Leon de Kogel. Moulenga. En gepakt. En dan alsnog erin. Weer de Kogel. Ik sta ook misschien wel, het is heel gek wat ik nu ga zeggen misschien, een soort van uiteindelijk toch gelukkiger in het leven dat je bepaalde kleine dingetjes meer kan waarderen dan hiervoor. Want toen ik voetbal leefde ik toch een soort van bubbel voor mijn gevoel. En dat nu is het echt een soort van verruimd of zo. Dat is heel gek om te zeggen misschien, omdat heel veel mensen kunnen dat niet plaatsen, denk ik. En uiteindelijk, als ik moest kiezen, ga ik terug. Dat wel. Dat ik alles gewoon kon en deed. Alleen qua gedachtegang en ben ik wel blij dat dat soort van hoe het nu is. Ja, want als ik je zo zie, ben je in mentaal opzicht echt niet meer kapot te krijgen volgens mij. Nee, zeker niet. Nee, dat kan ik ook zeggen. Mentaal, ja, er zijn bepaalde dingen waar ik me druk om maak. Dat zijn mijn kids, dat zijn mijn familie, mijn vrienden. Maar verder, nee, mentaal ben ik niet kapot te krijgen, nee. Zeker niet.